Tadaa! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering. Zoals je ziet, Goblin Armoring is approaching from the west. Daar ben ik niet echt blij mee, maar in ieder geval goedemiddag. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, ZeldaPlay20. En eigenlijk wou ik een beetje hout gaan collecten voor ons huisidee, voor onze bouwaflevering van vandaag. Maar het blijkt dus dat er een Goblin Armor op ons afkomt. Dus moeten we ons goed gaan voorbereiden, omdat er dus zeg maar een zware battle aan ligt te komen. Dus ik koop heel even wat extra kogels, wat nodig is voor onze musket, die wij dus zeg maar hier hebben. Die is zeker heel erg handig. Ik heb een nieuwe bel gemaakt offscreen heel eventjes. Er is een meteor ergens geland, er is heel erg veel gebeurd. Ik heb dat gelukkig op kunnen nemen. Dus wat we willen doen is, we willen zo snel mogelijk weg bij onze NPC. Hij zou bij je spawn, zouden ze zeg maar komen. Dus ook al loop je te ver weg, dan zul je ze niet zien. Maar het is zeker belangrijk dat we dus dit gaan doen. Dus, laten we maar wachten totdat die Goblin Invasion komt. The Goblin Armoring is approaching from the west. Nou, we hebben 280 health. We hebben niet zoveel defense. Misschien was het toch een beter idee om dat ene toch te gaan maken. En oh, hallo! Daar zijn ze hoor, onze wizard rope beesten die dus zeg maar paarse goo op ons kunnen gooien. En we hebben een musket, dus we kunnen behoorlijk goed schieten. En hun hebben dus van allerlei soorten hebben ze dus. Ze hebben rangers die dus kunnen schieten, ze hebben wizards, ze hebben slagveldbeesten. En oh my god, ik word hier daar gepoond. Ik wil geen dead count hier hebben. Ik wil dit overleven jongens, ik wil dit overleven. Wij gaan hiervoor om dit te overleven. Dus wat we gaan doen is, we gaan zoveel mogelijk van die moblins, goblins, hoe dat je ze ook wel uitschelden wil je ze. Ik had liever eigenlijk gehad dat ik al een lasergun hier zou hebben op dit punt. Maar helaas, we hebben het niet. En oh mijn god, er zijn een hoop archers. Misschien handig om even een health potion uit te gebruiken. Oh boy, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Oh, kom op, kom op, kom op. Oké, die zijn niet zo erg. Heel veel archers. Archers zijn niet je grote vrienden. Die zijn echt heel erg gevaarlijk. Oké, nou, ik wil even schieten. Ik wil even schieten. Ik wil even schieten. Oh, er komen we naar. Ik ga dood. Ik wil niet dood. Ik wil naar mijn nurse. Nee. Nee, 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 nee. Niet schieten, niet schieten, niet schieten. Oh boy. Oh boy. Niet schieten. Ik heb geen verzekering lopen bij het UWV. Sinds wanneer heeft het UWV een verzekering? Oké, nou, ik leef nog, ik leef nog, ik leef nog. Kom op, naar mijn nurse, naar mijn nurse! Kom op, maak die deur open, ga naar mijn nurse. Waar is mijn nurse? Nurse! Heal! Oh, net op tijd, net op tijd. Oké, we leven nog, we leven nog. Oké, oké. Bijna genoeg weer voor een health potion. En oh mijn god, dat zijn een heleboel dudes. Pijlenboog, pijlenboog. Ik schiet jullie allemaal weg. Ik ga niet dood. Ik weiger te sterven. Oh boy. Dit is niet zo handig. Oké, okay, ik heb geen hulli. Oké, okay, health potion. Oké, okay, we blijven leven. We blijven leven, jongens. Oké, okay, heel voorzichtig voor die paarse gooseballs. Oh boy. Die wizards zijn echt irritant. Samen met die archers. Echt, mijn grootste vijanden hier, dat zijn gewoon die archers en die wizards die gewoon in één keer voor je neus willen spannen. Echt zo vervelend. Oké, okay, nou, we hebben onze katana, we hebben onze musket. Nee, jij gaat niet op mij schieten. Nee, jullie gaan ook niet op mij schieten. Ik schiet op jullie met mijn geweer. Ik schiet op jullie met mijn geweer. Ik ben niet bang voor jullie. Misschien een heel klein beetje. Oh boy. Ah, jullie kunnen mij niet raken. Ik ben te slim voor jullie. Auw. Oké, okay, misschien heel eventjes handig om nou toch weer eventjes richting onze nurse te gaan. Normaal gesproken gebruik ik nooit de strategie om de nurse te gebruiken, maar serieus, ik wil niet doodgaan. Oké, okay, laten we naar beneden gaan. Ik sla jou even neer. Oh, jullie hebben echt een hoop health. 250 health per vijand, dat is veel. Oké, okay, jij bent een... Oh mijn god, er zijn echt weer heel veel van die. Dan moeten we gewoon op afrennen. Oké, okay, we hebben een harpoen, ik weet niet wat dat doet. Misschien heeft dat piercing damage, ik weet het niet, maar ik wil zo snel mogelijk al die dudes even kapot schieten. Oké, okay, health potion. Oké, okay, we doen... Dat was onze laatste 100 health potion. Oh, ik haat die wizard zo erg. Oh boy. Dit is dus een van de gevaarlijkste momenten. Ik had liever eigenlijk al zeg maar een soort van lasergun gehad of iets. Maar dat was eigenlijk de bedoeling om dat ook gelijk te gaan doen. Nou, dat er dus zeg maar een meteor is gekomen. Maar we moeten het dus doen met wat we nu hebben. En ik wil dit overleven. Ik wil dit overleven. Five of protect me. Doe iets. Oh, paniek. Paniek, 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 paniek. Oké. Okay. Dude, ga uit het spel. Ga uit het spel. Oké, okay, ik wil daar niet... Nee, dat is dodelijk voor mij. Dat is heel dodelijk voor mij. Ik kan een beetje rennen. Oké. Okay. Nee. Geen paarse goo. Ik haat jullie paarse goo. Jullie paarse goo is niet goo. Oké, okay, waar is die wizard eigenlijk heen gegaan? Ik weet het niet.
Oké, de Goblin Armor is defeated. Oh, we hebben het overleefd. Nou ja, ze zijn nog niet allemaal dood. Kom op, sterf. De muziek speelt nog. Leeft er nog ergens één? Ja, hier leeft er nog eentje. Oh. Zijn we niemand kwijtgeraakt van onze NPC's? Nee, we leven allemaal nog. Goed zo. Oké, dus we hebben een harpoon. 28 range damage. Nou ja, mijn musket die doet iets meer. Alleen die schiet heel erg traag. Dus we hebben het overleefd. We hebben heel veel spikeballs. Het was niet eigenlijk de bedoeling hoe dat ik dus zeg maar de level aflevering wou gaan beginnen. De aflevering is begonnen met... oh, tadaa. En nu zitten we hier en... ga ik dus heel eventjes mijn mana increasen en denk ik dat ik eventjes ga beginnen met op zoek te gaan naar de meteor. De meteor die zal ergens gevallen zijn, ergens in deze wereld, waar precies weet ik niet. Dus ik ga heel even zoeken en ik knip eventjes naar voren totdat we hem gevonden hebben, dus ik zie jullie zo. Ondertussen kan ik ook even mijn inventory even kleren, dus ik zie jullie in een seconde. Ah, dat was even intens. Oké, aan de kant. Nee, krabbeling ook, kom maar! Nee! Ah, damn! Oké, ik heb mijn geld weer terug hoor. Hartstikke leuk. Ik ben dus heel dit eind naar beneden toe gevallen. En dat zag je dus, dat gaf dus 700 damage. Ik krijg het voor elkaar om gewoon een Moblin Army te overleven. Maar ik val natuurlijk. Mijn tweede dead moet natuurlijk weer zijn dat ik val in een pit van... oh, net zoals in de livestream. Ik ga verder op zoek naar die stomme meteor. Meh. Nou, dat is convenient. Fijn dat we hier nog een life heart kunnen vinden. Ik ben nog steeds op zoek naar onze grote vriend de meteor. En waarom ben ik dan ondergronds? Nou, ik heb het nog nooit meegemaakt, maar ik heb heel de wereld op dit moment dus zeg maar onderzocht. En ik heb tot nu toe de meteor nog steeds niet gevonden. Gratis loot, altijd handig. Dude, donderop. Dus ja, ik ben hier nog steeds eventjes aan het zoeken. We hebben nou dus een life heart gevonden hier. Ik denk misschien dat het... ik weet nog niet eens of het mogelijk is, maar... volgens mij kan ik zeggen, zonder enig hapering in mijn stem, dat de Let's Play vloek officieel begonnen is. Waarom leg ik meer over? Maar ik ga eerst even kijken of ik hier niks van de meteor kan vinden. Want anders weet ik al wat er gebeurd is en daar zou ik heel erg mee vinden. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. En leg ik meer uit hoe dat de meteor eigenlijk te werk gaat. Dus ik ben zo weer bij jullie terug. Oké, nou, ik ben weer terug thuis, hoor. Nou, we hebben ondertussen, ik weet niet hoeveel extra's gevonden. Ja, ik ben bijna dood gegaan door een haai die in de oceaan spant. Nou ja, we hebben in ieder geval heel veel zooi gevonden. Dat is alleen maar goed. Maar ik kan officieel jullie vertellen dat de Let's Play vloek nu dus officieel begonnen is. Ik zit heel eventjes met... nou, trouwens, daar kan ik nog heel even mee wachten. Wat ik jullie wil uitleggen over meteor. Op het moment dat een meteor spant in je wereld, en je krijgt dus de tekst een meteor is fallen. In heel jouw Terraria wereld, van hier tot en met hier, kan dus ergens een meteor vallen. Nou heb ik dus alles afgezocht, zelfs nog een beetje problemen gehad hier met zwaartekracht, want je ziet dus dat ik hier even ook nog even beneden heb geëxploord. Maar voor de rest was er hier nergens een meteor te vinden. Een meteor kan ook op je huis vallen, wat dus helemaal niet goed is. Oh, alsjeblieft laat dat niet gebeuren in de Let's Play, maar goed. Buiten dat... ik denk dat het volgende gebeurd is. Ik weet nog niet eens of dit mogelijk is, want ik heb in mijn 250 uur van Terraria speeltijd dit nog nooit meegemaakt. In jouw Terraria-wereld, als je een kleine wereld hebt, of een medium wereld, of een grote wereld, in de lucht zitten skybases. In een kleine wereld zitten er 3, in een middelwereld zitten er 4, en in een grote wereld zitten er dus 5 of 6. Ik denk dat een meteor is gevallen op een van die skybases, wat ik dus nog niet kan bevestigen, aangezien dat wij de sky nog niet kunnen exploren. Dus dit betekent dat ik dus extra farming moet gaan doen en dat ik dus zeg maar gewoon eerst voor de Shadow Armor moet gaan gaan. Wat ik gisteren heb gezegd dat we dat niet zouden doen. Hier baal ik van. Maar goed, buiten dat, wij gaan beginnen gewoon met ons gezellig Facebook geluidje wat we op de achtergrond horen. Waarom hoor ik een Facebook? Maakt niet uit. Maar goed, ik ga heel even mijn inventory klaar en we gaan gewoon aan ons eigen huis beginnen zodat we een bedspan hebben en alles. Dus ik zie jullie in een seconde. Dankjewel Facebook. Oké dan.
Nou, het interesseert mij ook niet dat het avond is. Wij gaan ons huisje maken waar Fiverr dus ook heel erg blij mee zou zijn. Omdat we dus zeg maar nou een mooi huisje kan maken. Speciaal in het thema van de bossen en noem het maar op. Dus ik ga hier even een heel klein beetje ruimte maken. En dan gaan we gewoon eens eventjes beginnen met een mooi huisje te maken. Nou, een beetje dicht bij het spawnhuisje, dat mag wel. Dus dan noemen we het zo. Ik had trouwens nog een comment binnengekregen met de vraag, of ja, met een waarschuwing. Tot ik dus zeg maar geen chandelier ergens moest ophangen, want dan zou mijn huis af kunnen branden. Dat werkt zo gelukkig niet in Terraria, dus daar hoef je geen zorgen voor te maken. Toch bedankt in ieder geval dat je je daar een beetje druk over maakte, maar gelukkig werkt dat niet in Terraria. Nou, ik heb in ieder geval ook genoeg hout gehakt. Ik vind dat, ja, we willen wel natuurlijk een fatsoenlijke vloer hebben. Dus, zit hij een beetje aan de kleine kant? Ik denk het niet. Ik denk dat dit wel goed is. Ah, weet je wel, we maken hem gewoon 3 toortjes sprayer, waarom ook niet? Bunny, zou je alsjeblieft heel even aan de kant willen gaan, want ik moet er heel eventjes minen. Bunny, zou je, dank je. Oké, nou, dus we maken het iets groter. Even kijken, we zitten nu op 30, 31, 32, 33, 34. Oké, nou, wat ik dus ga doen is, ik ga met de wand, want ik heb ondertussen dat ik naar die meteor aan het zoeken was, ben ik dus ook zeg maar een beetje hout wezen hakken. Dus wat ik ga doen is, ik ga mooi dit omhoog maken zo. Want ik wil wel dus zeg maar dat we een mooi grazen, of ja, zo'n bladermuur hebben. Zoals we de, zeg maar die ene verdieping hebben gemaakt. Het mag wel een beetje lijken op het huisje van de commons, waarom ook niet. Dus zo hoog is hoog zat, denk ik. Een beetje hoog mag wel. Dan kunnen we het een beetje mooi maken. Dus nou, dan gaat deze ook omhoog. Zo, ietsje nog. Dit moet ik even op gevoel doen. Volgens mij is hij nou even hoog. En daar wordt geklopt, maar dat maakt niet uit. Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? 8? Ja, ik denk dat 8 wel leuk is. Oké, nou, dan doen we dit zo. Lijkt het echt ook echt op een mooie boomhut, vind ik dan. Dus dat is zeker leuk. Ik bedoel, ik vind het leuk. Ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vinden. Maar ik zou het zeker leuk vinden om dat dan zo zeg maar te maken. Dus ik wil heel eventjes trouwens even... trouwens moet ik even met gewoon hout doen, want... even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 daar. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15. Perfect, mooi, dat vind ik mooi, oké. Okay. En dan wil ik hier ook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kunnen we nog een leuke lantaarn onderhangen of zo? Ja, Fiverr, dit wordt onze woning waar wij saapjes, zeg maar, onze achievements en alles gaan plaatsen. En is deze niet eentje te hoog? Er lijkt eentje te hoog. Oh, zo, wachtig. Zo. Ik heb tot nu toe alles nog goed gebouwd. En het mooie is dus dat dit automatisch... in een mooie hoekgolf gaat. Dus eentje hoger. Ja, dat zo is mooi. Zo is mooi. Wordt wel een beetje lastiger met bouwen. Maar dat maakt niet uit. Want oh ja, ik heb geen dubbeljump hier. Oh, wordt een beetje lastig met bouwen. Maar dat maakt niet zoveel uit. Want ik maak het gewoon zo. Ik denk dat ik hem een beetje daar te verkeerd gebouwd heb. Dus dan moet ik daar heel eventjes kijken. Maar het probleem is dus. Op het moment dat we dus een grass wand gebruiken. Zoals dat we nu dus doen. Ja, ik zie het al. We hebben hem ergens eentje te hoog gemaakt. Dus... of we hebben hem te laag gemaakt. Nee, we hebben hem te laag gemaakt. Oké, dat is al een stuk beter. Goed, dus we gaan heel erg veel living wood nodig hebben. Dat zeker. Maar ik vind dat de interieuren, zeg maar, de platforms waar dat we, zeg maar, in gaan wonen. Geeft het fall damage? Ik denk het wel, hè. Nou, valt mee. Oké. Nou, dat is mooi. Oké, hier eventjes de openingen maken. En dan krijgen we weer de grap van... hey, je hebt een vliegend huis. Het zijn bladeren. Dus, lekker belangrijk. Ik moet ook eventjes zeggen, ondertussen... ik heb heel veel sterren opgepakt op het op- en neerlopen. Dus we kunnen dadelijk heel erg veel magic stars maken. Wat zeker heel erg gunstig is. Maar eerst vind ik het heel erg belangrijk om even te kijken hoe dat we het huis zouden maken. Ik wil eventjes een paar wooden platforms. Laten we er 15 maken of zo. Waarom ook niet. Die plaatsen we heel eventjes bij de dirt, want ik wil niks van dirt maken. Dirt is lelijk. Oké, nou, en dan hier zo 2 plateautjes. En dan wil ik bij het midden, dan wil ik dus echt zeg maar zo... dit is vloer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
We doen 8. Klinkt goed. Gewoon 8, net zoals... Oké, dan doen we hier ook. Zo, 2 van die plateautjes maken. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan wil ik dus zo weer een mooi muurtje maken. Omhoog. Nog eentje over, denk ik. Wacht even, zo kan ik het niet opspringen, toch? Jawel, net. En jullie weten hoe dat ik van netheid houd, tot het maar net kan. Nou, dan moet ik dit zo maken. Oh, wacht even. Nee. Dit is weer vloer. Ho. Merry Christmas. Dit is weer vloer. Ja, trouwens, ik weet niet. Even denken. Wat zou eigenlijk mooi zijn om het in... Dat maakt het uit als we over een beetje bladeren heen moeten lopen. Kom op, zeg. We houden deze stijl gewoon aan. Dus, en dan zo. En dan wil ik dus nog even mooi dus. Hier. Dat moet dan daar komen. Dus dat is daar zo. Eigenlijk vind ik het dan leuk om dat zo te doen. Kunnen we een beetje meer kamers maken. Wat al helemaal mooi is. Doe dat zo. En dan doe ik dat wel weer met een houten vloertje. Zodat dat mooi zeg maar in een spiegelbeeldformaat zit. Van het andere huis. Klinkt leuker. En dan kunnen we ook nog allerlei dingen plaatsen. Dus dat doen we dan zo. En dan kan ik nog denk ik net één extra verdiepingje maken. Dus dan doen we hier al even 1, 2, 3. Ja, even een beetje. Beetje meer. Kom maar. Nog eentje. Zo. En dan hier ook nog. Dan kan ik mooi opspringen zo. Hè? Ja, kan ik wel mooi opspringen. Nou, eigenlijk is het mooier als ik het echt perfect doe. Dus als ik echt hier zo spring. Dat ik dan zo... Ik denk dat dat hier is. Waar precies? Hè? Zo. Het kan nog eentje hoger. Lekker belangrijk. Ik vind hem zo mooi. Wij houden hem gewoon zo. En tot ik dan... Ja, ik denk dat ik dit gewoon zeg maar als twee aparte kamers maak. Dat dit gewoon een soort van halweggetje wordt. En dat is eentje. Dus dan heb ik een beter idee. Waarom doen we dan niet gewoon zeg maar dit plateautje even weg? Zo. En dan moet ik hier nog twee plateautjes maken. Zodat hier dan een deur in kan komen. En dan plaats ik deze twee hier. Zo. Dus dan heb ik even kijken, 4 deuren nodig. Dan wordt hier gaat onze slaapzolder worden. Dus dan doen we dit eventjes zo mooi even zo mooi een beetje aanpassen zo. Zo ja, kijk. Dat vind ik mooi. Dit vind ik echt mooi. Hier ben ik blij mee. Ik hoop dat jullie hem ook heel erg leuk vinden. Ik bedoel, dit is de eerste keer dat ik eigenlijk zo'n soort van huisje maak. Dus sorry vlinder, vuurvliegje, wat je ook was. Ik moet zeggen, ik ben het hier wel mee eens. Nou, ik ga heel eventjes snel even wood maken. En ja, wood, dat duurt best wel lang om dat te plaatsen. Dus dat doe ik heel eventjes in fast forward. Trouwens, nee, ik doe helemaal niks in fast forward. Het is een bouwaflevering. Dat was de oorspronkelijke bedoeling om hier een bouwaflevering van te maken. We hebben genoeg hout. Dus ik wil hebben... hoeveel deuren zei ik? 4? Ja, 4 deuren wil ik hebben... kan ik hier ook een bed maken van? Oh nee, daar heb ik silk voor nodig. Wacht even. Ik weet dat we silk hebben. We hebben silk. Had ik al een bed gemaakt? Nee, hè? Kan ik hier ook een bed van maken dan met silk? Dat zou leuk zijn. Living wood bed. Leuk. Doen we. Tafels wil ik er niet inzetten. Aangezien dat tafels ruimte innemen die we niet nodig hebben. Dus wat ik van plan ben is om zeg maar andere meubels die we gaan vinden in dat huis neer te zetten. Dus daar gaan we niet aan beginnen. Nou, hier deuren, dat is goed. Dan hebben we nog een living wood wall nodig. Dat is deze. Ja, ik denk dat we echt heel veel nodig hebben van dat spul. Laten we beginnen met 500. Kijken of we dat we daarmee komen. Dus, en ik wil glas hebben. Want we hebben natuurlijk wel een huisje nodig tot we fatsoenlijke ramen hebben. Dus ga ik even kijken of wij inderdaad wel zand... Ja, zand hebben we genoeg. Mooi. Nou, en dan kennen we van dat zand. Daar kennen wij dus glas van maken. Zeg ik dat goed? Eeny, meeny, miny, glas. Juist. Oké, dan hebben we hier ons glas. Zo. Meer glas hoef ik nou nog even niet te hebben. Een paar windows. Windows 8, 100. Waarom ook niet? En dan gaan we dus eventjes beginnen met eerst de deuren te plaatsen. En dan gaan we de achtergrond plaatsen. Oké, dus living door wall here. En dan beginnen we met een Engels accentje te praten. Ik snap ook niet waarom. En dit heb ik expres zo gemaakt. Deze die komen dan zo te staan. Oké, nou dan gaan we dus alles eventjes opvullen met... met de dirt, of met de dirt, met de living wood wall. Dus laten we dat maar gaan doen.
Dus dit wordt echt een interessant huis. Het is de eerste keer dat ik zo'n stijl huis heb gemaakt. Ik heb een keer een ijshuis gemaakt. Ik heb een keertje zo'n brik huis gemaakt. Zoals dat we dus zeg maar zo eerste NPC-verdieping hebben gemaakt. Maar ik heb het eigenlijk nog nooit met dit materiaal gemaakt. En ik vind dit zeker een mooi materiaal om een keertje zeg maar te gebruiken. En zeker dat je dan zo die middelste plateau dan hebt met extra stuff erin. Dat vind ik ook heel erg leuk om dat zo te kunnen doen. Dus nou, en de ramen die maken we dus later. Dus dan doen we heel eventjes eerst dit eventjes zo dicht maken. En Fiverr vindt het al behoorlijk knus worden. Dat is zeker de bedoeling, want Fiverr, we denken aan je. Iedereen die vindt het hartstikke fijn dat jij deze Let's Play erbij bent. Dus we moeten ook een beetje rekening houden natuurlijk met jou. Dus dan doen we natuurlijk een heel mooi huisje maken. En hoe vaak ga ik nog natuurlijk zeggen. Dus, ik ben niet zeker tevreden over. Het enige waar ik niet tevreden over ben, is dat we dus zeg maar weer problemen hebben gehad met onze zwaartekracht. Ik bedoel, ik krijg het voor elkaar om een goblin invasion met mijn 12 defense, wat behoorlijk weinig is, om dat te overleven. Maar ik ben op zoek naar een meteor, val één keer verkeerd en ik ben hartstikke dood. Daar word je niet vrolijk van. Oké, ik denk dat we meer living woodball nodig hebben, definitely. Dus, daar heb ik niet over nagedacht, denk ik. Dug, als jij nou dicht gaat, ga jij open. Ik wil jou... Waarom ga jij niet open? Ga open. Dank je. Oké, nou. Ik denk dat we nog iets meer living wood wall nodig hebben, want we sowieso hebben dat ook nodig voor de bovenkant. Of zou ik daar eigenlijk dirt met bloemetjes, want dan kunnen we dus ook, maar ja, dan moeten we weer kopen en we moeten het geld eigenlijk bewaren, dus want we hebben dus zeg maar onze NPC's hier. Nou, dat is die Simon die we dus zeg maar hebben gevonden bij de oceaan. Dit is onze Malik, die dus zeg maar hele belangrijke items verkoopt, zoals de mini shark die 35 gold is en die ik zeker eentje wil hebben, maar op dit moment nog niet kan kopen omdat ik niet genoeg geld heb. Zeker een hele handige NPC. Dit is onze painter. Die verkoopt allerlei soorten behang en noem maar op. Wat hartstikke eigenlijk veel te duur is op dit moment. En dan hebben we ook Crisis. Dat is zeg maar degene... I wish Malik could stop flirting with me. Doesn't he realize I'm 500 years old? Je ziet er niet uit als een 500 jaar oude persoon. Maar dat maakt niet uit. Dus Malik heeft een oogje op onze nature girl. En die verkoopt dus zeg maar purification power. Wat dus zeg maar de... Corrupt het weghaalt. Grass seeds. Mochten we dus zeg maar een lang plak alleen maar dirt hebben. Dat we daar grass seeds kunnen kopen. Sunflower die we overal kunnen vinden. En die ik elke keer verkoop. Acorns. Mocht je ze constant zeg maar weg hebben gegooid. Kun je ze hier ook kopen. Dirt rot. Magically moves dirt. Een beetje pointless. Maar dat maakt niet uit. Pumpkin seeds. Wat heel erg belangrijk gaat worden. Grass wall. Ik denk dat de grass wall eigenlijk een flower wall. Ik denk dat die eigenlijk heel erg leuk is. Ik denk dat die toch op de bovenverdieping kan gooien. Laten we er 100 kopen. 145. Prima. Maakt niet uit. Ik denk dat dat leuk is voor de slaapkamer. Kom op. Dan kost het maar even wat munies. Ik ben niet zo gierig. Oké, nou. Woodwall. Moeten we even bij onze... moeten we hier zijn? Want we hebben nog even wat meer nodig. Ik denk nog zo'n... Ja, laten we zeggen 124. Waarom ook niet? Oké. Dus het is nou nog hier heel erg donker op het moment. Maar dat wordt ook gefixt. Want wij hebben genoeg lichten. En we gaan natuurlijk ook nog exploren later. Maar dan hebben we dus zeg maar wel onze nieuwe defense voor nodig. Dus moet ik een paar keer ieder op world gaan vernietigen. En daar ben ik minder blij om. Hopelijk dat er dan nog een nieuwe meteor gaat spannen. Waardoor dat we alsnog ons meteorplannetje door kunnen laten lopen. Maar dat is allemaal maar afwachten. Dus oké, nou deze deuren die mogen nou heel eventjes dicht. En dan moet ik heel eventjes goed opletten dat ik het zo laat. Daar zit nog een stukje. Oké, nou laten we eens eventjes kijken. Kennen wij? Hoe ziet dit eruit? Ik heb het nog nooit gebruikt. Kijkertjes, ik heb dit nog nooit gebruikt. Dus ik ben zeker benieuwd of dit er wel mooi uitziet. Ik weet niet, wat vinden jullie kijkers? Ik vind het eigenlijk best wel mooi. Het past er heel goed bij. Verrassend genoeg. Oké, nou we zitten al op de helft en ik denk dat ik meer moet kopen. En ik heb het toch al gekocht, dus... Ik denk dat nee, het ziet er eigenlijk heel erg goed uit. In het begin dacht ik bij mij van... Maar op zich ziet het er heel erg goed uit. Ik bedoel... Ja. Ik bedoel, voor een huisje zeg maar gemaakt van natuurmaterialen. Zoals... Oké, dat zat. Nee, ik denk dat ik hier tevreden over ben. Ik vind het een mooi huisje. Ik hoop dat jullie het ook een mooi huisje vinden. Ik vind het een mooi huisje. Nou, het is nog niet af. Daar niet van. We moeten nog de ramen plaatsen en zo. Dus, ik denk dat dit, ik vind dit echt, ik vind het iets hebben. Zeker. Ik weet niet hoe vaak ik dat nou nog ga zeggen. Waarschijnlijk veel te vaak. Oké, nou. En... Willen wij hier een slaapkamerraam mee maken? Zou wel leuk zijn.
Dus eventjes hem uit. En dan zo in het midden dan. En hier. Zo. En daar ook nog. Eentje lager nog. En dan nog eentje hier. Zo, en dan wil ik dus mijn glass wall. En dan hebben we hier dus zeg maar ons eerste raampje erin zitten. Wat het eigenlijk een beetje eruit laat zien als een huis. Dan hebben we hier nog een kroonluchter, wil ik eigenlijk hier dan nog inzetten. En dan een paar toortjes of zo. Dus hier in de hoek even een toortje. Dus gewoon even alleen... Volgens mij kon ik lamps maken. Ik wil even kijken. Ik vind dit zo leuk. En het maakt mij niet uit dat deze aflevering iets langer is. Sommigen vinden bouwafleveringen ook heel erg leuk. En daar ben ik ook heel erg blij om. En helaas hadden we een goblin invasion. Wat eigenlijk een beetje het idee heeft gehaald. Ik wil een sofa. Ik wil het. Geef. Oké, we kunnen nog meer maken. Wat is dit? Living wood caldera. Volgens mij is dat met licht. We kunnen ook wel een paar hebben. Doe maar 3. Ja, doen we. Living wood lamp. Doe er ook maar 2 van. Kijk, we hebben nog meer. Dit is een lantern. Die moeten we dus aan het plafond hangen. Daar wil ik er ook een paar van hebben. Doe maar 4. Alles wat we te veel hebben, dat kunnen we altijd nog. Ik wil een bathtub hebben. Waarom ook niet? Hoort erbij. Oh, dit wordt leuk, jongens. Dit wordt echt leuk. Kan ik ook een soort van kast maken of iets? Ik weet dat je een kast kan maken. Ik bedoel, wat heb je daarvoor nodig? Ik heb er een iron van nodig misschien. Nee, een dresser. Waarom kan ik je een dresser maken van wood? Van grasswood? Waarom mag ik daar geen dresser van maken? Waarom bestaat die niet? Wat is dit voor klets? Ik wil een dresser van wood maken. Van living wood. Waarom mag dat niet? Ik mag wel een sofa maken, maar geen dresser. Ik kan een bar maken zelfs als ik zou willen, maar... Oké, dan maken we wel een gewone dresser. Nee, ik vind het best. Oké, nou, wil ik nog eventjes een paar... ik wil hier nog een heel mooi raam hebben, hier zo in het midden. Dat is een lekker mooi groot raam. Hoe gaan we dit aanpakken? Oké, dan doe ik heel eventjes... hier beginnen we. Zo... En dan gaan we eventjes hier naartoe. En dan doen we het hier ook eventjes voorzichtig. Doe ik er nou nog eentje? Ja, toch? Is dat nou off-center? Wacht eventjes. Ik zie dat ik hier ook nog één blokje weg moet halen. Want anders is dat een heel lelijk randje. En nu is het centered. En dat is heel belangrijk. Heel veel mensen vinden het toch belangrijk dat ik hem wel netjes censor. Dus dat ik het wel, zeg maar, goed in plaats maak. Want ik had een reactie gekregen over dat ik wel tijd nam om de vloer vlak te maken. Maar niet om de toortjes goed te plaatsen. En ik had dus geen idee waar dat hij het over had. En toen ben ik erachter gekomen tot dus zeg maar op een bepaald plekje de toortjes net niet goed lagen. Dus dat heb ik ook gelijk eventjes gefixt. Ik dacht bij mijn eigen, nee, dat ziet er inderdaad... Oh, dat ziet er dan helemaal niet uit zo. Waarom is daar dan zo'n grote opening? Is dat dan misschien... Hier dan? Hieronder? Nou, laten we eens even kijken hoe dat het opvult met glas. Nee, het ziet er goed uit. Oké. Dan is het goed. Jammer dat we geen kroonluchten kunnen maken van die lichtjes. Maar sowieso wou ik wel zeg maar hier in een living wood lamp wou ik eigenlijk zo... Oh, dat ziet er echt gaaf uit. Dus dat ziet er echt leuk uit. Oh, daar mis ik nog een stukje. Dan moeten we er hier eentje even plaatsen. Zo, hier eentje. Poef. En deze die komt dan... Nou, goed springen. Deze wil ik hier precies eigenlijk zo... Ja, het is leuk. Het is echt leuk. En dan wil ik er hier eentje plaatsen. Zo, eentje hier zo. Oef. En dan heb ik die andere twee lampen tot ik ze zeg maar daar in de hoeken. Dan kan ik ook nog een kroonluchter hier in het midden plaatsen. En dan zet ik dus hier eventjes zo mooi een lampje neer. En dan zet ik hier even zo mooi een lampje neer. En dan kan in het midden mooi een kroonluchter komen. Ons bed, dat zet ik aan deze kant neer. Ik moet hem zo neerzetten. Juist. Nou hebben we dus onze spawn point. Op het moment dat we nou dus doodgaan of een recall potion gebruiken, ligt hier dus zeg maar ons bed. Dus dan spawnen we automatisch hier, wat zeker heel erg fijn is. Wil ik hier nog ergens een raampje maken? Ik bedoel, ik heb nog genoeg. Misschien een klein raampje of zo. Ik bedoel, hier hoeft geen raampje voor mij, maar gewoon hier. Eventjes gewoon hier een klein vierkant raampje. Zo, 1, 2, 3. Zoiets. Ja, zoiets. Nou hoop ik dat ik dit heel goed in center kan maken, want ik wil natuurlijk niet onze... Kijkertjes, zeg maar, boos maken daarmee. Dus ik wil eigenlijk die dress ook nog heel eventjes kwijt. Ik denk dat ik die naast het bed neerzet, zo. Boop. Kijk, en dan kunnen we dus, zeg maar, onze kleren kunnen we dan aanpassen. De reden waarom dat ik een wit shirt heb, dan is Fiverr wit. Op het moment, zeg maar, dat ik dit aan ga passen. Nou ja, Fiverr is eigenlijk een bruin konijntje. Dus ik zou het bruin kunnen maken, maar dan hebben we dus een bruin konijntje.
Dan is Fiverr in één keer bruin. Waarom ook niet? Nou ja, laat het weten als jullie dat leuk vinden. En anders laten we het gewoon zo staan. Even zitten dan nog hier eventjes een huisje maken zo. Dan doen we dat gewoon in de volgende aflevering. Dan weet ik daarvan. En oh, dit gaat fout. Dit gaat fout. Fix dat nou eens eventjes. Zelfde player. Kom op. Oké. Okay. Akbar the Die Trader has arrived. Ja, dan moet hij weten. Dat is niet mij. En trouwens, we hebben geen huizen meer. Dus hij moet niet zo moeilijk doen. Ja, fijn voor hem. Oké, okay, nou, flower wall. Nee, ik moet even mijn hamer nog even hebben. Want dan kan ik hieronder nog eventjes hakken. Ik hoop dat het centered is. Zo niet. Mijn excuses. Volgens mij heb ik dit nou goed gepakt zo. Oh nee, wacht. Ik moet nog één rijtje hier hebben. Nee, nou is dit breder. Geef me een seconde, jongens. Ik denk dat dit zo centered is. Ik hou het erop. Ik ben zo tevreden. Nou, wij zetten onze badkuip neer. Onze badkuip die zetten we gewoon hier neer. Zo. Hier in het midden. Leuk. En dan zet ik de sofa. Die zetten we dan mooi hier in het hoekje neer. Zodat we hier eventueel zouden kunnen zitten wanneer dat we daar zin in hebben. Niet dat we echt erop kunnen zitten. Niet dat we er echt iets mee kunnen. Maar het is gewoon leuk. Het is gewoon decoratie. Het is gewoon leuk. Ik vind dit leuk. Ik bedoel, kom op. Het is leuk. Jammer dat je er niet echt op kan zitten. Nee. Jammer. Het is ook jammer dat je niks met het bad kan doen. Het is gewoon alleen maar decoratie. Maar ik vind het leuk. Nou, even kijken nog. Want ik heb nog hier eventjes wat andere lichtjes. Dan ken ik hier nog zo'n ding. Je laat wormen binnen. Dude. Serieus. Ik wil nog geen fishing rod. Ik wil nog helemaal niks. Dus blijf buiten. Dan zet ik deze. Die zet ik dan hier nog eentje neer. En dan kunnen daar mooi in het midden dan die kandelaars komen. En dan zet ik eentje nog hier in het midden neer. Zodat onze... Kan ik er niet eentje hier in het midden neerzetten? Jawel. Het enige nadeel is dat ik de deuren dan zeg maar alleen maar naar buiten open kan maken en niet naar binnen. Maar trouwens, dat kan ik er helpen. Wacht, ik heb een beter idee. Die zetten we mooi op dit plateautje. Want het is gewoon alleen maar een... Waar is hij? Wat is mijn lamp? Oh, daar. Kom op. Ik weet dat ik hier neer kan zetten. Dat dacht ik ook. Dat is beter. Goed. Nou, dan pak ik alleen nog eventjes de kandelaar. Ik weet het. Het is een half uurse aflevering. Lekker belangrijk. Hartstikke leuk. Even kijken. Waar hebben we nog allemaal in de meubel staan? Ja, daar kennen we de Living Wood Chest. Daar kan ik dan eindelijk mijn geld in besparen. Mocht het dus gevaarlijk worden. We hebben 2 chandeliers. 1 tin en 1 zilveren. En de Living Wood Chest. En we hebben ook nog de Eater of Worlds Trophy. Die ik zeker ook nog wil gebruiken. Dus. Op zich hebben we hele leuke materialen. Goed. Dan moet ik dus hier precies in het midden gaan hangen. Dat is... Hier zo. En ik wil hieronder wil ik dan de tinnen hebben. Ah, die kan ik niet perfect in het midden gooien zeker, hè? Ga je me nou vertellen, hè? Dat ik die niet in het midden perfect kan gooien. Omdat dit 2 blokken zijn, kan ik ze dus alleen maar hier of hier hangen. Dat gaat mensen storen, ben ik bang. Maar het gaat om dit. Weet je wat, dan doe ik het anders. Dan het toch in balans is. Dan hangt die aan die kant. En dan hang ik de andere, zeg maar, die dus zeg maar boven in het midden gaat komen. Die hang ik dan aan de andere kant. Dus dat blokje net hier, zeg maar, zo. Dus dan moet ik even springen. Kijk, dan hangt het toch een beetje in balans. Dus hopelijk vinden jullie het zo leuk. Ik vind het wel leuk zo gemaakt. En ik hoop dat jullie het ook heel erg een leuk ontwerp vinden. Nou, het kistje voor ons geld. Dat wil ik... Waar heb ik die gelaten? Dat is mijn... Hé? Heb ik die nou niet gepakt? Waar is die living woodje? Nou, terug. Oké, nou, ik heb ze per ongeluk inderdaad niet meegenomen. Maar aangezien dat ik weet dat we ze dus niet kunnen maken in deze wereld, wil ik heel eventjes kijken of ik wel die kisten kan maken. Want dat zou natuurlijk heel erg leuk zijn. Dus daarvoor heb ik eventjes mijn lood ook bij me. En dan wil ik heel eventjes kijken, kennen wij ook die loden kisten maken? Ik denk dat we daar heel eventjes gaan vragen aan S. Brian. Brian, deze aflevering is al behoorlijk lang. Wat maakt het ook uit? Kan ik van lood verschillende kisten maken? Rich Mahoney chest. Lekker boeiend. Eens even kijken. Nou, we kunnen ook een klok maken, zie ik. Eens even kijken. Ik zie heel veel verschillende soorten kisten die we kunnen maken. Pumpkin chest. Cactus chest. Steampunk chest. Palmwood chest. Heel veel chests.
Nou, allemaal bij de workbench, daar niet van, maar... Mag ik ook? Oh, we kunnen zelfs een cactusklok maken. Joepie! Wat is dit? Living wood klok. Hoe maak ik die? Die wil ik eentje hebben. Mijn telefoon gaat. Damn! Sorry daarvoor. Soms gaat de telefoon wel eens als je aan het opnemen bent. Maar dat maakt niet uit. Oké, dus ik heb glas nodig. Dat heb ik. We hebben iron nodig. Die heb ik ook. En die moeten we dus bij een living loom maken. Die hebben we ook. Dus we kunnen niet van die kisten maken. Maar we kunnen wel een living wood klok maken. Nou, daar ben ik heel erg blij om dat te weten. Maar even kijken. Zou er nog een leuke kist zijn die we kunnen maken eventueel? We kunnen bone chest maken. Obsidian chest. Er is zoveel wat we kunnen maken. Zeg jongens, 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 jongens. Outlet pump, inlet pump. Allemaal pompen. Shapewood chest. Ik denk dat we gewoon rich mahoney hood of zo gaan maken. Of een palmwood chest of iets in die trend. Volgens mij kunnen we dat bij de desert vinden of zo. Dus ik denk dat we het daarbij gaan houden. Ik denk dat we het zo gaan doen. Dus ik denk dat we heel eventjes dan hier eventjes gaan kijken. Wat kunnen we nou maken? Dat wat hier zagen wij. Ik bedoel, ik heb lood. Dus ik zou die... daar hebben we hem. Oké, dus dan hebben we de grandfather's clock. En als ik me niet vergis, kunnen wij bij de anvil, kunnen wij nu ook straatlantaarns maken. Heel erg belangrijk. Oké, ik denk dat ik er even 4 van maak. Ik weet dat deze aflevering loopt langer dan dat ik eigenlijk gepland had. Maar lekker belangrijk, ik weet je, een lange aflevering. Zondag hadden jullie ook geen aflevering, dus zie het daar even bij. Oké, nou, ik wil hier eventjes een lantaarntje hebben. Zo, een beetje mooi hier licht is. Hier ook een lantaarntje. En ik wil die ster hebben. Waarom ook niet? Dus deze ster wil ik ook hebben. Kunnen we het gewoon meepakken. En dan gaan we hier naartoe. En zetten we hier ook gelijk een lantaarn neer. Tussen onze huisjes in. En dan wil ik eigenlijk ook eentje nog even daar neerzetten. Alleen dat kan ik niet omdat de deur dicht is. Hartstikke handig. Anders kwamen er heel veel wormen binnen. Maakt niet uit. Weet je wat? Dan mag die toortje weg. Die toortje mag weg. Oep, weg met jou. Komt een mooie straatlantaarn hier. Zo. Oké. Nou, en dan die grandfather's klok. Wordt heel erg belangrijk later. Die zetten we hier mooi. Even kijken, waar heb ik hem, waar heb ik hem, waar heb ik hem? Ik heb hem niet gemaakt, dus... Oh, hier. En die zetten wij dan mooi hier neer. Zo. En dan kunnen we precies zien hoe laat het is. 4 uur in de ochtend. In Terraria-tijd. Oké. Nou, deze, die kunnen wij dan mooi alvast eventjes hier ophangen. Ik denk dat ik die daar in de hoek gooi. Want dit is de eerste trofee die we hebben gekregen. Dus laten we die hier in de hoek doen. Wat doe jij in mijn huis, Akbar? Oh ja, natuurlijk, omdat dit ook telt als luxueus en alles. Klopt dat? Ja hoor. Kan ik jullie gewoon even pleuren in een ander huis? Nee, natuurlijk niet, want er staan nog geen luxe items. Nee, ik haat jou. Ik blijf van mijn geld af. Dus hier wil ik even mijn geld in hebben. En dan quick stack. Dan moet ik eventjes het wel goed doen. Zo, rename. Secret money chest. Maak mij het uit, we doen het gewoon. Zo, nou, ik ga heel eventjes snel de slime pakken en ik neem jullie eventjes mee naar de Wall of Awesome Comments. Oké, nou, hier zijn we dan eindelijk aangekomen en kunnen we dus eindelijk, zeg maar, onze 4e comment op gaan hangen. Dit is voor episode, of van episode 4. Episode 4.
En die komt van. Dan moet ik heel even. Ik heb de naam hier. Amalia 02. Amalia 02 MSP schrijft. Dat is ook goed. Ik vind het heel erg belangrijk dat ik het wel goed schrijf. Ik heb er een paar klachten namelijk over gehad bij de andere Walls of Commons. Wat eigenlijk best wel jammer was. Maar daarom even controleren. Ja, die klopt helemaal. Sorry dat de muziek af en toe even wegspringt. Maar dat komt omdat ik heel eventjes naar kijk. En die had geschreven. Superleuke aflevering. Ik hoop dat die nog lang doorgaat. Nou, zeker Amalia. Dat kan ik je wel verzekeren. We hebben ook een hele lange aflevering. Dus speciaal omdat het dus zeg maar heel erg veel chaos was. Let's Play Vloek is gemeen. Extra dead erbij. Ik ken nog genoeg opnoemen. En het is allemaal zo gemeen. Maar goed. Heb je de leukste momentje van deze aflevering? Heb je nog vragen over deze aflevering? Kun je dat natuurlijk altijd plaatsen in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter voor dit awesome huis wat we voor Fiverr hebben ge... Kom binnen, Fiverr. Goed zo. Laat een like achter voor dit awesome huis wat we voor Fiverr hebben gemaakt. Hopelijk kunnen we ook snel een tweede of een derde verdieping maken, zodat dat malootje zo snel mogelijk weg kan gaan. Want echt, wat verkoopt hij eigenlijk? Deze aflevering die gaat maar on en on en on. Wat verkoopt hij eigenlijk? Een die vet en silver die. Nou, als jij niet heel snel dit huis uitgaat, dan zorgt Fiverr en ik er wel voor dat jij zeker gaat taaien. Ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie morgen allemaal weer te zien bij een nieuwe aflevering van Terraria. En de volgende aflevering gaan we heel eventjes wat extra Eater of Worlds even farmen. En dan gaan we op naar de jungle. Dus tot dan. En tot ziens. Doei!